Kinderdijk, Kinderdijk kent iedereen. We hebben hier een aantal molens, laten we zeggen, wat een echte toeristische trekpleister is. Het is ook een werelderfgoed. Dat betekent dat we heel veel verkeer hebben, zowel autoverkeer, busverkeer en over het water. Nou, dat moet gestroomlijnd worden. Dat je die mensen ook veilig de dijk over kan brengen. Ja, de entreezone, hè, die wordt verbeterd. Daar komt een nieuwe stijger met pontons waar gewoon de waterbus ook kan aanmeren. Nu rij je hier op de dijk, het is allemaal asfalt en voor je het weet ben je Kinderdijk voorbij. Nou, dat wordt helemaal anders. Hier nu aankomt staat er een groot gebouw. Het is vrij nieuw, maar het ziet er eigenlijk gewoon niet uit. En daar willen we ook gewoon wel een nieuw ontvangstcentrum gaan maken. Dan ga je hier naar beneden, daar worden nog extra bruggen aangelegd, andere type verhardingen. Zodat het heel aantrekkelijk wordt om vanaf de rivier of vanaf de weg dit molengebied in te lopen. Er is een plan, er is een stedenbouwkundige plan. Dat zijn we nu aan het inpassen naar een uitvoeringsplan. We hebben een aantal varianten hoe je het qua inrichting kan doen. Papier is altijd geduldig, zeg ik maar altijd, hè, maar dat moet ook altijd wel passen. En daarvoor hebben wij RPS dan ingeschakeld om te kijken van joh, luister, past dit nu, hè? Teken het eens in. Dat begint natuurlijk met het inventariseren van het landmeter. Dat begint met milieuonderzoek. Dat begint met het ontwerp. Marco is projectleider vanuit RPS. En daar hebben we wel bewust voor gekozen, omdat hij veel gebiedservaring heeft. In het kader van de dijkverzorging van KIS. En hij kent heel veel mensen. Hij is ook erg innovatief. Dat doen we samen met mijn collega's. Waarmee je de gemeente kan bedienen door één aanspreekpunt te hebben. Er komen gemiddeld 5000 bezoekers per dag. Dus wij proberen zoveel mogelijk bezoekers aan de randen van het gebied op te vangen. Bij de Westerrand in Nieuw-Lekkerland, daar wordt een parkeerterrein aangelegd. Je stalt daar de bus of de camper. En vervolgens kom je per pendelbus of een fietsje kom je hier het gebied in. Albosserwaard kenmerkt zich door 15 meter veenpakket. Dat is een slappe lager. Daar kan je niet zomaar een parkeerplaats neerleggen, want dan zakt die naar beneden. Vandaar dat we met lichtophoogmaterialen werken, die ook nog een waterbufferende functie heeft. Natuurlijk is het belangrijk om dit gebied gewoon een goede impuls te geven. Het levert gewoon financieel draagkracht op voor het gebied, maar ook gewoon een stukje werkgelegenheid en dat soort dingen. Dat doen we vooral in samenspraak met instanties hieromheen. Met de Rijkswaterstaat, met het waterschap, met het Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, maar ook met de bewoners. Hè. Communiceren, presenteren en uiteindelijk een gezamenlijk mooi plan maken en realiseren.